Maakte Rembrandt wel eens een lachende selfie? Dit is de Universiteit van Nederland. Maakte Rembrandt wel eens een lachende selfie? Stel je voor dat je een historicus bent of een kunsthistoricus die onderzoek doet naar het leven en de werken van Rembrandt van Rijn. Waar haal je dan je informatie vandaan? Je leest oude bronnen, je bekijkt zijn kunstwerken, je zoekt publicaties op over die bronnen en die kunstwerken. Maar hoe vind je daarin nou precies de informatie waar je naar op zoek bent? Moet je misschien alle kunstwerken van Rembrandt gaan bekijken en daar de zelfportretten uithalen? En dan voor al die portretten gaan bekijken of Rembrandt lacht of niet? Dat is trouwens nog niet eens zo eenvoudig. Want als je kijkt naar portretten van Rembrandt, dan zijn eigenlijk heel veel van die portretten niet door hemzelf gemaakt, maar wel naar voorbeeld van een niet meer bestaand zelfportret. En Rembrandt heeft ook portretten van zichzelf gemaakt waar hij zichzelf afbeeldt als een historische figuur. Dus met andere uiterlijke kenmerken dan hij zelf. Zijn dat nu zelfportretten of niet? En als je dan zeker weet dat iets een zelfportret is, dan is het niet altijd heel objectief te beoordelen of die nou lacht of niet. Het kan soms best een beetje twijfelachtig zijn. Wat in ieder geval wel helpt in de zoektocht, is dat een heleboel digitale informatie, dat een heleboel informatie over de tijd van Rembrandt gedigitaliseerd is. De kunstwerken van Rembrandt zijn opgeslagen in de databases van het RKD, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, en verrijkt met allerlei aanvullende informatie. Ook veel textuele bronnen uit de tijd van Rembrandt zijn gedigitaliseerd. Ze zijn ontsloten, doorzoekbaar gemaakt via een zoekmachine en gekoppeld aan de databases van het RKD. Die zoekmachine heet Rembench. In Rembench zijn ongeveer 2000 documenten uit de 17e eeuw opgeslagen en ontsloten. 2000 documenten, in de context van data science is dat geen big data. Maar het is wel hele toegespitste en interessante data voor wie zich bezighoudt met Rembrandt en met de 17e eeuw in het algemeen. In dit soort specifieke domeinen is het ontsluiten van small data minstens zo belangrijk en relevant als het ontsluiten van big data. Sommige van de documenten in Rembench zijn handschriften van Rembrandt zelf. Hij maakte bijvoorbeeld heel vaak aantekeningen op zijn pentekeningen. Hier is een voorbeeld van een mooi portret dat hij maakte van zijn vrouw Saskia. En hij heeft daarbij geschreven dat hij dat portret tekende op 8 juni 1633... toen ze 3 dagen verloofd waren en dat zijn verloofde 21 jaar was op dat moment. De andere documenten die in Rembench ontsloten zijn, zijn onder andere brieven van Rembrandt, verkoopbonnen en bijvoorbeeld trouw- en geboorteaktes. Het beroepsmatig zoeken van informatie, zoals historici dat doen in oude documenten, is heel anders dan het dagelijks informatie zoeken zoals we dat allemaal doen via Google. Als ik via Google zoek naar plaatsen, personen, producten, dan zijn eigenlijk de populairste resultaten ook de belangrijkste resultaten en de beste resultaten voor mij. Als een link heel vaak is aangeklikt door heel veel verschillende mensen, dan is die kans heel groot dat die link ook voor mij relevant is. Denk maar eens aan de populariteit van Wikipedia. Als je iets opzoekt over iets of iemand op internet, dan krijg je Wikipedia bijna altijd als eerste of tweede resultaat. Voor kunsthistorische vragen, zoals waar heeft de nachtwacht in de loop van de tijd gehangen, of welke historische stukken van Ferdinand Bol werden oorspronkelijk aan Rembrandt toegeschreven, is dat heel anders. Want daar speelt populariteit niet echt een rol. Daarvoor zijn de vragen veel te specifiek. Als je op dat soort vragen antwoord wil zoeken, dan moet je vaak meerdere bronnen raadplegen en verschillende soorten informatie met elkaar combineren. En bovendien wil je dan vaak nog wel filteren op bepaalde metadata, bijvoorbeeld wanneer iets gemaakt is of wie de kunstenaar was in dit geval. Metadata zijn aanvullende informatie die zijn opgeslagen bij kunstwerken of documenten in een database. En vaak door experts daaraan toegekend. En in het beroepsmatig informatiezoeken speelt metadata een hele belangrijke rol. Denk maar eens aan een wetenschapper die publicaties zoekt uit een specifiek domein, een specifiek tijdschrift of een specifieke auteur. Of denk maar eens aan een archeoloog die in archeologische rapporten op zoek is naar specifieke opgravingen over een specifieke tijdsperiode of een bepaalde locatie.
Bij het zoeken van informatie in oude documenten zijn er nog meer uitdagingen. En een daarvan is dat in de 17e eeuw de spelling van het Nederlands nog niet gestandaardiseerd was. En wat je dan zag was dat met name namen op verschillende manieren gespeld werden. Dus Rembrandt zelf, soms werd het met een T, soms met DT. En plaatsnamen hadden ook vaak allerlei varianten of werden afgekort. In dit voorbeeld, dit is een transcriptie van een opschrift van Rembrandt op een van zijn pentekeningen. En hier schrijft hij Amsterdam met een extra L ertussen, Amstroldam. De oorspronkelijke tekening trouwens ziet er zo uit. En die omzetting van dat 17e eeuws handschrift naar de leesbare transcriptie is best heel moeilijk. En is niet iets wat algoritmes voor handschriftherkenning al kunnen. Dus deze transcripties zijn allemaal door experts gemaakt. Door mensen die het 17e eeuws handschrift kunnen lezen. En die hebben dat uitgetypt in die letterlijke transcripties, waar ze alle spellingsvarianten, maar ook regeleindes en woordafbrekingen, et cetera, letterlijk hebben overgenomen. Op die manier gaan er geen subtiliteiten van de oorspronkelijke tekst verloren. Als we dan die transcriptie hebben, dan zitten we nog wel met die spellingsvarianten en die spellingsverschillen. En zoekmachines zoals Rembrandt hebben manieren om daarmee om te gaan. En één zo'n strategie heet fuzzy search. En fuzzy search gaat ervan uit dat als je zoekt op bijvoorbeeld Amsterdam, dat je niet alleen de documenten terug wil krijgen die het letterlijke woord Amsterdam bevatten, maar ook de documenten die woorden bevatten die net een beetje anders zijn, zoals Amsterdam met een extra L ertussen. En dat is heel handig en nuttig. Maar niet het enige wat nodig is om de juiste informatie te vinden. Want een expert zal daarnaast toch nog verder willen afbakenen in de metadata. Bijvoorbeeld, geef me alleen de documenten terug die uit gemeentearchieven afkomstig zijn. En die manier van zoeken via open zoekvragen, gecombineerd met die metadatafilters, is heel anders dan hoe kunsthistorici gewend waren te zoeken in hun vakgebied. Vroeger, voordat de bronnen gedigitaliseerd werden, moest een kunsthistoricus naar een archief en een bibliotheek om daar aangewezen te zijn op het trefwoordenregister van alles wat daar lag opgeslagen. En in het trefwoordenregister zijn door mensen trefwoorden toegekend aan de documenten die in het archief of in de bibliotheek liggen opgeslagen. Je bent dan afhankelijk van die menselijke keuze voor die trefwoorden. En documenten waar Amsterdam in voorkomt zonder dat het belangrijk genoeg was voor een trefwoord, die mis je dan. Een kunsthistoricus met wie ik heb samengewerkt maakte een keer deze vergelijking. Waar onderzoekers vroeger nog wel eens in de analoge fuik terecht konden komen, werken we tegenwoordig met digitale sleepnetten die steeds een beetje fijnmaziger worden. En op die manier kunnen we de informatie vinden die we zoeken. Maar hoe gebruiken we die sleepnetten nou om vragen over Rembrandt te beantwoorden? Laten we even teruggaan naar die oorspronkelijke vraag. Maakte Rembrandt wel eens een lachende selfie? We kunnen in Rembrandt zoeken naar lachende zelfportretten via de zoekvraag lachend zelfportret en dan aanvullend bij de metadata Rembrandt te selecteren als kunstenaar. We krijgen al zelfportretten van Rembrandt te zien, maar om ook alleen de lachende zelfportretten te zien, zijn we afhankelijk van de beschrijvingen die zijn toegevoegd aan de database van de afbeeldingen. Dus door mensen toegevoegde labels aan de kunstwerken. Gelukkig zijn in de laatste jaren al grote vorderingen geboekt met methoden voor automatische beeldanalyse. En is het mogelijk om algoritmes te trainen die automatisch lachende gezichten kunnen herkennen in afbeeldingen. Die technieken zijn afhankelijk van grote hoeveelheden door mensen gelabelde data. Dus zeg maar duizenden portretten waarvoor iemand heeft aangegeven de geportretteerde lacht of de geportretteerde lacht niet. En in het kunsthistorisch domein zijn hier de komende jaren nog veel winst te behalen. Want als we methoden hebben die de kunstwerken in de databases automatisch van labels kunnen voorzien, dan kunnen we straks vragen beantwoorden zoals: schilderde Rembrandt eigenlijk ook wel eens honden? Zonder dat we afhankelijk zijn van de beschrijvingen, van de textuele beschrijvingen die door experts aan de afbeeldingen zijn toegekend. Digitalisering van bronnen en digitale zoekomgevingen hebben het onderzoek in de geesteswetenschappen veranderd. Het is door methoden voor automatische beeldanalyse en automatische tekstanalyse steeds beter mogelijk om experts te ondersteunen om de juiste informatie te vinden en daarmee het verleden tot leven te brengen. Dank u wel.